Het is onvermijdelijk. We beginnen met de toespraak die je afgelopen vrijdag hield. Oké. Wauw. Deze kalf staat voor mij echt voor drie dingen. Dat is dromen. En dat wil ik heel graag tegen vooral de jonge mensen zeggen. Dat het belangrijk is om te dromen. En deze kalf staat ook voor het overwinnen van angsten. We worden tegenwoordig geïnjecteerd met angst. Een paar maanden geleden las ik een artikel waarbij onze minister Verhagen aangaf dat het heel begrijpelijk is, de angst voor buitenlanders. Nou, meneer Verhagen, en met u ook Geert Wilders en met u alle mensen die achter u staan. Ik ben een Nederlander, ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim en ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Wacht even, maar ik ben nog niet klaar. Kut. Achie. Chico, deze is ook voor jullie. Echt, ik meen het. Ik ben er geen hoofdrol. Wij zijn hoofdrol. Wij zijn alle drie een hoofdrol. Amy, ik hou van je. En papa, mama. En Toma, Amri. En Moeta, Likom. Wat zeg je daar tegen je ouders? Dat ik heel erg van ze hou. Sorry. Maar ja, dat is gek. Neem een slokje. Ja, dat is dat ik ze heel erg van ze hou. En... In het Engels zou ik het vertalen als I love you from the bottom of my heart. Hoe belangrijk waren zij voor jouw carrière? Heel. Vertel. Nou, afgezien van het feit dat zij mij, dat eigenlijk mijn gezin, mijn ouders, mijn broer, mijn zussen, me heel veel liefde hebben gegeven, hebben ze me ook altijd gesteund. En hebben ze altijd achter me gestaan, hebben ze me de ruimte gegeven om de keuzes te maken die ik heb gemaakt. En daarbij hebben ze wel altijd gezegd. Haal je diploma. Als je diploma hebt, dan heb je helemaal groen licht om te doen wat je wil. Dus diploma heb ik ook een beetje voor hen gehaald. En om daarna nooit meer aan bedrijfseconomie te komen. Ja, ook, ja, inderdaad. En om die studieschuld niet terug te hoeven te betalen. Maar inderdaad, toen ik eenmaal mijn diploma had, toen was het echt vliegen, zeg maar, in mijn vak. En ik heb... In het Arabisch zeg je alhamdulillah. Ik heb ouders waar je van kan dromen en die altijd achter me staan. En... Volgen ze jou ook? Want je speelt ook toneel. Ja. Zitten ze dan ook in de zaal? Ja. Ja? Ja. En als trotse ouders na afloop van, is mijn zoon? Ja. Dat is nu ook alle reden voor. Maar je noemde drie belangrijke dingen en een daarvan was die jou bezighouden. Passie en liefde. En ja. Is dat ook, valt daar onder de liefde voor je ouders of meer voor het vak? Als je dat zo uitspreekt. Nou, hoe ik het... Ik zei het eigenlijk een beetje naar aanleiding van de film. Dus voor mijn vak. Er zit zo ongelooflijk veel liefde in Rabat. In de mensen die het gemaakt hebben onderling. We hadden die film niet kunnen maken als er niet zoveel passie en zoveel liefde en geloof in dat verhaal zat. Dus het kwam vooral naar aanleiding daarvan. En natuurlijk heb ik liefde voor mijn ouders, voor mijn familie, voor mijn vrienden. En uiteindelijk is dat het belangrijkste, toch? Dat je gewoon liefde voor elkaar hebt. Ja. Nou, de film Rabat is een roadmovie. Ja. Jij bent de hoofdrolspeler. Je gaat met twee vrienden in een taxi naar Marokko. Die taxi is gekocht door je vader voor een vriend. En jij moet hem daar. En er gebeuren allerlei dingen onderweg. Ja. Wat dat betreft is het een roadmovie. Ja. En die drie vrienden zijn heel close met elkaar. Ja. Is dat ook de liefde die je in werkelijkheid voor de gemeenschap voelt? Want ik voelde het ook als een soort metafoor voor de mensen hier, zoals jij, die dan met elkaar optrekken en dat samen meemaken, het avontuur. Ja. Ja, nou, dat is mooi, toch? Als je die conclusie eruit haalt, als het ware, dan ben ik daar heel blij mee. Ja, als je het verder trekt dan alleen maar die vriendschap, als je het trekt naar de maatschappij. Wauw, ja. Ja, ik ben heel erg voorstander daarvoor. Ja, weet je wat het is? Het is gewoon wat belangrijk. Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind en wat ik van mijn ouders heb meegekregen, is dat je elkaar pas. Je kan pas over iemand oordelen als je die persoon kent. Anders kan dat niet. Dus dat is een hele belangrijke regel. En zo sta ik ook in het leven. Is dat ook waarom je dus Verhagen en Wilders noemde? Omdat je vindt dat zij het hebben over mensen die ze niet kennen? Nou, ik noemde Verhagen omdat ik dat artikel had gelezen. En ik weet ook hoe de media is, dus misschien bedoelde hij het helemaal niet zo. Maar er stond wel letterlijk dat hij de angst voor buitenlanders begrijpelijk vond. En ik noemde meneer Wilders
omdat ik het gewoon niet met hem eens ben. Omdat ik het gewoon verschrikkelijk vind wat hij zegt. En hoe hij met mensen omgaat, hoe hij met zijn collega's omgaat. Ik bedoel, als je vorige week naar de beschouwingen zat te kijken, wat aardig, de beschouwingen, ja toch? Ja, dan denk ik alleen maar, hoe kan dit? Hoe kun je zo met elkaar praten en waarom wordt hier niks mee gedaan? Waarom wordt hier niks over gezegd? Dus zeker ook dat. Ja. Is het dan zo dat je, want jij weet natuurlijk niet van tevoren of je het gouden kalf vindt, maar je weet wel dat je dat de kans 33% is. 33,33333. Zo is het. Had je dit voorbereid? Dacht je van, en als ik hem win, dan ga ik er ook wel wat van zeggen? Nou, nee. Wat ik wel heb gedaan, is toen ik eenmaal hoorde dat ik genomineerd was, en dat was op een dinsdagavond laat om 11:30, mm-hmm. Was ik vanaf dat moment ook kapot zenuwachtig. Ik zat alleen maar te rennen en te springen en te doen. Ik was genomineerd en dat betekende dat er een kans bestond dat ik zou winnen. Maar dat betekende voor mij ook dat er een kans bestond dat ik op dat podium terecht zou komen en dat ik deze kalf in ontvangst zou mogen nemen. Ja. En dat betekende dus ook dat ik iets zou mogen zeggen. En toen ging ik nadenken van wat ga ik daarmee doen? Ga ik dat aan me voorbij laten gaan of ga ik ook echt iets zeggen? Nou, ik kwam tot de conclusie dat ik echt wel iets wilde zeggen. Ja. En toen ben ik na gaan denken. En toen kwamen er allerlei dingen in mijn hoofd. Ik had een speech van een uur kunnen hebben, denk ik, volgens mij. Van al die dingen die ik had willen zeggen. Alle mensen die ik had willen bedanken en alles. Maar uiteindelijk kwam ik tot die drie punten. En die drie punten die zijn dus het dromen en het overwinnen van je angsten. En de liefde en passie voor je vak hebben. Die hebben heel erg te maken ook met mijn eigen leven. En eigenlijk hoop ik dat het de essentie is van ieder zijn leven. Want Vertel over die dromen. Ja, de dromen. Weet je, dat ik hier zit, dat ik een kalf in ontvangst heb genomen voor de beste acteur 2011. Dat is een droom waar ik de afgelopen 10 jaar keihard voor gewerkt heb. En die is nu werkelijkheid geworden. Dromen dat ik met mijn allerbeste vrienden een film heb gemaakt. En dat vanuit die film, dat ik vanuit die film genomineerd ben en dat ik het gewonnen heb. Dromen als in beginnen onderaan, echt onderaan beginnen. Echt voor €300 per maand spelen, maar weten dat het mijn vak is. En op plekken spelen waar je absoluut niet wil spelen. En voor mensen spelen die absoluut geen zin hebben om naar je te kijken. Maar toch doorgaan, omdat daar die ene persoon zit die tegen me zegt... Hey Nas, ik vond het echt tof, man, wat je deed. Nou, dat is... Heb je ook de angst, want die angst is dus, loopt ook gelijk mee met die dromen. Ook de angst gehad dat je het hier in Nederland bijvoorbeeld niet zou halen of zou redden omdat je toch eens een Marokkaan gezien zou worden? Nee, die angst heb ik nooit gehad. Ook nooit gevoeld? Nee. Nee, want dat was gewoon geen optie. Ik was bezig met wat ik het liefste deed en dat was theater maken ook heel veel. Heel veel op toneel staan, dat kwam op een gegeven moment televisie bij, op een gegeven moment ging ik films doen. Maar ik was vooral bezig met verhalen vertellen en ik wilde heel graag, dat wil ik heel graag. Dat vind ik het mooiste van mijn vak, dat ik verhalen kan vertellen waarbij mensen geroerd raken. Dat ik ze kan laten lachen of huilen en dat ik ze even kan laten vergeten wat er in de dagelijkse realiteit gebeurt. Zullen we even kijken naar een klein stukje? Paul had al gezegd, de roadmovie, hoe die drie mannen met elkaar in de auto van alles beleven. Vooral ook omdat ze met elkaar praten en elkaars ideeën voelen. En jij wordt op een gegeven moment een beetje chagrijnig en zegt van ja, het zijn eigenlijk allemaal praatjes die je ophangt. Kijk even. Het grappige is dat ik een tijd geleden achterkwam wat het plan eigenlijk voor jullie is. Het is een excuus om niets te doen. Want zolang we het erover hebben en zolang er niets gebeurt, hoeven we ook niets anders te doen. Want hé, we zijn fucking druk bezig met het opzetten van de eigen zaak. Wees gewoon eerlijk tegen jezelf en geef toe dat je niets nut bent. Hey, ho, ho. En jij hebt niet eens een baan bij een al. Ik zou niet eens weten waar je goed in bent. Achter chickies aanlopen. Geld lenen. Roken, drinken, 's ochtends wakker worden met een kater. Kom, wat hadden ze mij aan, bak. Hoe was je zeven waar je voor toen is? En zo was ze zeven. Wat is eigenlijk de les die jij deze jongens leert? Wat wil je hun zeggen? Wat doen ze verkeerd in jouw ogen daar? Nou ja, dat is de ogen van het personage Neddy natuurlijk. Ja. En in zijn ogen vind ik gewoon dat zij hun tijd verdoen door niks te doen. En dat het tijd is om iets te gaan doen, om stappen te ondernemen. En eigenlijk is die tijd een beetje voorbij en heb ik voor mezelf gekozen. En is dat ook wat je om je heen ziet?
Nou, wat ik om me heen zie is dat ik... Ik speel heel veel, ook voor jongeren bijvoorbeeld. En wat ik om me heen zie is dat ik voel dat heel veel jongeren... Een beetje opgeven of zo. Dat ze niet gaan voor wat ze echt willen. En hoe komt dat? Ja, weet ik niet. Misschien de situatie in het land of zo. Ik weet het niet. Wat bedoel je dan met opgeven? Dat ze denken, laat maar zitten? Zo? Ja, misschien. Ik weet het niet. Hè. Dat doe ik nu voor hen antwoorden. Mm-hmm. Wat ik bijvoorbeeld ook merk is als ik... Ik heb wel eens een workshop gegeven voor jongeren. Nederlands-Marokkaanse jongeren. Die zitten in een soort self-fulfilling prophecy of zo. Die lezen zoveel, en het is zo, ik bedoel, die lezen zoveel dat ze niet oké zijn. Mm-hmm. Nou, er zijn er een paar die echt letterlijk tegen me zeiden van... ik ben toch al de kakkelak van de samenleving, dus laat me dat ook maar gewoon zijn. Want ja, ik had toch nooit wat worden. Nou, dat vind ik heel heftig. Vanavond was Tofik Dibi bij De Wereld Draait Door, sprekend over jouw toespraak. En over de trots die in de gemeenschap, zal ik maar zeggen, wordt gevoeld over het feit dat jij dat toch maar gepresteerd hebt. En toen zei hij tussen deus lippen, ja, eigenlijk zou het mooier zijn als over het feit dat dit een Nederlander is van Marokkaanse afkomst geen rol meer speelde. Dat niet het element was waar iedereen zich zo over opwint. Ja, inderdaad. Dat kan ik heel goed begrijpen. Ik vind het, en toch is dat sentiment voor een belangrijk deel de oorzaak waarom je de held van het weekend bent. Ja, held. De held. Kijk, wat ik bijvoorbeeld jammer vind is dat er helemaal niet wordt ingegaan op de woorden dromen en maak ze waar. Want als je straks 80 bent, dan moet je ervoor zorgen dat je geen spijt krijgt van de dingen die je niet gedaan hebt. Nou, die vind ik echt net zo belangrijk. Dat je moet gaan voor je passie en dat je voor wat je echt wil. En daarbij, uiteindelijk gaat... Ik heb natuurlijk ook vaak veel over nagedacht afgelopen weekend van wat ik allemaal gezegd heb. Want nadat ik van het podium afkwam, had ik echt niet door wat er allemaal uit mijn mond was gekomen. Maar uiteindelijk gaat het om dat we mensen zijn. En ieder mens heeft dromen en ieder mens heeft zijn angsten en ieder mens heeft zijn passie en liefde. En ongeacht kleur of